In 2016 werd ik Nederlands kampioen tijdrijden. Ja, daarna begon mijn conditie gigantisch achteruit te gaan. De huisarts dacht dat er niks aan de hand was, omdat ik in dusdanig gegroeide conditie was dat tromboseproblemen dat werd gemaskeerd. Als topsporter leef je zo gezond dat je er niet van uitgaat dat je trombose kan krijgen. Dankzij de antistollingsmedicijnen kan ik weer genieten van het fietsen en kan ik gewoon een lekker vrij leven leiden.